Al die toeslagen die u nou, waar u nu vanaf wil, betekent dat eigenlijk ook dat we nu eindelijk helemaal van de hypotheekrenteaftrek af zijn? Ik heb vorig jaar bij een debat al gezegd, als ik zou aanspoelen op een onbewoond eiland en ik zou de maatschappij opnieuw moeten opzetten, inclusief een belastingssysteem, zou ik dat ding niet opnieuw opzetten. Want dan zou ik een simpel systeem hebben met lage belastingen, waardoor je de belastingkorting die de hypotheekrenteaftrek is. Maar u hield zo'n pleidooi voor dit simpele systeem. Daar hoort zo'n hypotheekrenteaftrek dan ook niet in. Als je klaar bent met zo'n systeem, dan heb je lage belastingen en dan heb je inderdaad zo'n belastingkorting die de hypotheekrenteaftrek is, niet nodig. Dus maar dan moeten we wel eerst dat systeem hebben met die lage belastingen. En dan heb je hem inderdaad niet nodig. Dus de VVD zegt, de hypotheekrenteaftrek gaat er nu helemaal aan. Nee, de VVD zodra zegt, we dit systeem van Halbe Zijlstra erdoor hebben. Het is een gouden ouwe die u weer probeert. De VVD is heel simpel in deze. Wij willen een simpel, efficiënt belastingssysteem met lage tarieven. En als je die lage tarieven hebt, dan heb je inderdaad dat instrument niet nodig. Afspraak met die mensen. Zo kan het niet verder. Maar ik zorg wel voor een veel grotere lastenverlichting. Zodat dat die portemonnee voor dat voorbeeld al te meer komt. Dat dat budgetair, een vreselijk woord, maar dat het gelijk blijft. Dat is nou het grote risico. De hypotheekrenteaftrek is ingewikkeld. Wil je die wijzigen, moet je wetten, et cetera. Die belastingknop die zegt, wat is nou het tarief? He, in de tweede schrijft 42% of de tarief ik in de eerste schrijft. Ik moet wel blijven slappen. Dat kun je hoor. Makkelijk omhoog draaien. En als nou meneer Samson aan de macht komt, of meneer Roemer, dan is het een hele kleine moeite om die knop wat hoger te stellen. En de hypotheekrenteaftrek, daar kom je niet zomaar vanaf. Maar het belangrijkste voor mij is niet eens die knop. Het belangrijkste is voor mij het vertrouwen wat mensen moeten hebben. En het probleem van die woningschuld, dat lossen we nu op. Doordat we voor nieuwe gevallen zeggen, je moet aflossen. Namelijk de financiële stabiliteit van het land en van banken. Hij gaat extra toezicht houden, de Nederlandse bank, op banken vanwege die enorme hypotheekschulden erin staan. Dit nieuwe element, die financiële stabiliteit van de staatsfinanciën. Is dat niet voor u reden om anders naar dit probleem te gaan kijken? Ik deel zijn analyse niet. Kijk, want er staat dus tegenover de besparingen op pensioenen, de bezittingen van de huizen en de hypotheekrenteaftrek is er met een doel. Namelijk bezitsvorming stimuleren. Het is goed als mensen een eigen huis hebben. Dat is ook een appeltje voor de dorst. Hypotheekrenteaftrek heeft meer tot hogere prijzen dan tot meer aanbod van woningen en dus tot meer eigen woningbezit geleid. En in die zin is dat beleid geen succes geweest? In die zin heeft dat beleid een veel kleiner effect teweeggebracht op het eigen woningbezit dan beoogd was. En heeft het een vervelend bijeffect gehad. En met name dat bijeffect is de laatste jaren in volle omvang duidelijk. Hypotheekrenteaftrek is eigenlijk een regeling die is ontstaan in 1892. Dus die is nog van de vorige eeuw. Met als bedoeld om het eigen woningbezit te stimuleren. Nou, als je kijkt naar de effectuering eigenlijk van de regeling nu, dan is het eigenlijk een premie op het hebben van een schuld. Even naar het principe. Het was dus bedoeld om het huizenbezit te stimuleren. U zegt eigenlijk dat is gelukt. Moeten we het dan nog in stand houden? Dat is nu gelukt. Er is nog een hele grote groep die zeker in aanmerking zou komen voor een koopwoning. We hebben in Nederland niet alleen de hypotheekrenteaftrek. We hebben in Nederland ook de grootste sociale huursector in de hele wereld. We hebben woningcorporaties die een gezamenlijk vermogen hebben van meer dan 250 miljard. Maar ik wil toch even terug aan de hypotheek. Ja, maar daar kom ik op. Want in die woningen van die woningcorporaties wonen meer dan 1 miljoen gezinnen die een heel behoorlijk inkomen hebben. Die dus ook niet per se in een sociale huurwoning hoeven te wonen. Een hele logische maatregel zou zijn, verkoop die woningen aan deze mensen die daardoor eigenaar kunnen worden. En dat kunnen ze alleen wanneer die hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Met permissie, want waar u een beetje omheen loopt is, kijk, we moeten dadelijk ongeveer 30... miljard bezuinigen. We hebben een zeer ineffectieve maatregel in dit land en dat is een ruimhartige hypotheekrenteaftrek. En wat een aantal bezwaren heeft. Eén is dat het de prijzen van woningen gewoon opdrijft. Dat weet iedereen, dat is wetenschappelijk ook bewezen. Het tweede grote nadeel is dat mensen eigenlijk boven hun vermogen gaan lenen. Nou, en we hebben gezien wat er in Amerika van komt. Als je boven je vermogen gaat lenen, dat is allemaal een grote luchtbel wat er wordt gecreëerd. En het derde grote bezwaar is dat we mensen dus afhankelijk maken van een subsidieregeling. En ik vind dat ook een beetje voor een VVD'er om de samenleving afhankelijk te maken van een subsidieregeling die eigenlijk ergens anders voor was bedoeld. Ja, ik zou zeggen, wees een echte liberaal en probeer een echte hervormer te zijn. En ik snap, het is geen sympathieke boodschap voor de kiezers. Meneer Blok. Maar het is wel een reëel en eerlijk verhaal dat we iets moeten doen aan de hypotheekrenteaftrek. De Partij van de Arbeid inmiddels linkser is dan de SP.
In sommige opzichten vind ik de Partij van de Arbeid linkser dan de SP. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de hypotheekrenteaftrek. Want die beperkt de Partij van de Arbeid veel meer dan de SP. Nu geeft ze dat wel weer volledig terug via een lagere belasting op werken. Ja. Dus dat is netjes, hè? Dan verhoogt dat de belastingdruk niet. Maar je kan bij de Partij van de Arbeid maar tot 2,5 ton aftrekken. Bij de SP tot 3,5 ton. Ja. Maar is dat dan de beweging van de SP toch naar het midden om straks aan de macht te kunnen komen? Dat zou heel goed kunnen. Je ziet een aantal dingen waarop de SP wat gematigder is geworden. Ja. We hebben te veel kantoren gebouwd. U wil daar nog meer in investeren. Maar er staan al heel veel leeg. Nee. Meneer Roemer zegt, ik wil van die kantoren woningen maken. Ja, precies. Maar de huizenprijzen dalen al. Dus waarom zou je nog meer woningen willen? Omdat het gaat om betaalbare woningen. 16% zijn de huizenprijzen gehaald. Ja, maar die de kneuzen van de crisis, ze zijn volledig door de mand gevallen.